ongeval is gebeurd deze namiddag omstreeks 2 uur. De juffrouw had pas de schoolpoort verlaten met gans alle klas om een uitstapje te doen naar buiten gezien het schone weer. Ze was van zins aan haar kinderen uitleg te verstrekken over de verkeersregels. Het ongeval heeft zich voorgedaan op het ogenblik dat de kinderen zich nog bevonden op het trottoir. Daar is daar een camionet, een bestelwagen, op het voetpad gereden. Want de kinderen stonden allemaal op het voetpad. Maar ja, dat staat op 3 vierkante meter tegen elkaar. En die zijn allemaal opgeschept geweest, ook de leerkracht. De wagen is dus geslipt en is zijlings op het voetpad terechtgekomen. De wagen is niet geslipt, de wagen is zo rechtaan het voetpad schuins opgegaan en op het ogenblik dat hij in de kinderen kwam, is hij midden van de baan opgegaan. En dan terug op het voetpad terechtkomen waar dat hij nu stond. Waar dat hij nu eigenlijk staat. Ik kwam afgereden van Zelik richting Assen. En de wagen dat erin gereden is, kwam van Assen richting Brussel. Op het ogenblik dat ik aan de school in Walfrichem kwam, is hij daarin gereden en ik ben gestopt. En dan was het gegons van de kinderen daar, heb ik uitgestapt. Dat gegons was precies, lekker als bijtjes of zo. Zo precies. Een pijngesmart. Of, je kunt dat niet zeggen, maar dat is zo. Het was zo. En in één keer was dat gedaan. Weg, daar lagen allemaal die kinderen verspreid. Al die schoentjes uit. Op het voetpad lag er ook nog een kind. Als je op een ongeval komt en er liggen schoenen, dan zijn er doden bij. Dat is het eerste. Ja, ik kom daartoe. Wat ik daar zag, ja, dat was. Dat kon je niet beschrijven, hè. Dat was een echt slagveld, hè. De kinderen lagen daar, daar lagen botten, daar lagen schoenen. Hè. Natuurlijk, ja, ik heb dan naar onze schrilletje geweest te kijken, die lag daar nog. Ja, ik zag dat hij zwaar gekwetst was. En dan lagen er nog 10 op het wegdek. Waarvan dat ik er nog 9, dat weet ik nog, met krijt heb afgetekend op het wegdek. En zo, kijk. En eentje moest er blijven liggen, op bevel van het parket van Brussel. Eén kind moest er blijven liggen. En dan ben ik naar Ginder gelopen en daar zag ik kinderen op de grond liggen. En ja, ik denk direct aan mijn zoon. Ik zeg, ik moet het toch een keer zien. En daar lag ik, zag ik een schoenenke van hem. En dat was een sandalaka. Meester Keuning was bij mij gekomen en alles. Hij zei, ik ga een keer zien. Maar ik mocht er niet bij gaan. En dan zo, ik zag dat schoenenke liggen en alles. En dan zag ik, hij was ermee weg. Ze waren al mee weg naar de kliniek. Het was zuster Josefa, de directrice van de meisjesschool, meester, een ongeluk. En dat viel zo op mij en ik zei, oh Magda, de juffrouw. Ik spring buiten, ik geef die hond aan een duw en ik loop de speelplaats over. En wanneer ik dan de poort openrukte. Dus 25 april zaten we in de klas. En de deur ging open. En het was de vrouw van meester Piet. Dat zei, juf Magda is overleden. En we waren allemaal geschrokken. En ik wist dus dat het de juf was van mijn broer. Ik wist nog altijd van iets. Hè. En dan...
was er nog meer beweging. En dan zijn ze op mijn deur komen kloppen en dan zeiden ze, kijk, blijf in uw klas, daar is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Ik had eigenlijk niks gehoord. En even daarna zijn ze mij komen verwittigen dat er iets gebeurd was. De zuster die mij verwittigde kon daar eigenlijk zelf niet zeggen wat er gebeurd was. Dan ben ik naar buiten gegaan en dan ja, heb ik heel die ravage eigenlijk gezien. We zijn daar gaan helpen, maar wat kan een mens daar eigenlijk aan doen? Heel die straat lag vol, gezaaid met kinderen. Die lagen over een afstand van 50, 60 meter verspreid. Ze waren soms zo verhakkeld, zo gewond, dat er niks aan te doen was, dat we dat zo al zagen. En dat zijn voor het moment nog dingen die ik nog altijd heel duidelijk voor mij zie. Na 25 jaar. Ik weet wel dat mijn moeder op een bepaald moment de klas is binnengekomen, samen met meester Roger, en gezegd heeft, Joris, bid voor uw broers, want... En we hadden tevoren wel een keer door de venster gaan kijken voor te zien wat dat tumult eigenlijk allemaal op straat was. We zagen daar schoenen liggen langs alle kanten. Maar het is eigenlijk op het moment dat mijn moeder dat gezegd heeft eigenlijk dat ja, een beetje mijn frang gevallen is. Hij ging met de fiets werken, omdat dat niet ver was van de Sitterstraat. Naar het steenweg in Koppegem. En hij zag dus daar allemaal lichten, flikkerlichten van ambulances en politie. En hij is doorgereden om te zien ja, wat dat was. Hij dacht bij zichzelf, daar moet iets serieus voorgevallen zijn. Hè. Mijn broerke was al overleden toen mijn vader hem gevonden heeft. En heeft hem dan samen met nog iemand in de ziekenwagen gelegd. Er zat er als een oude vrouw met nog ouderwetse lange kleren aan, tot op de grond bijna, met een dood kindje in haar arm zo. Ik heb dat madameke laten zitten en zeg, ik kan het toch niet zeggen in mijn eigen alleen dat kind liggen en gaat hier aan. Dat was verschrikkelijk, dat had er allemaal gezien in Bob. En dan ben ik thuisgekomen, de deur stond open, het was niet normaal. Ja, en dan hebben ze het mij gezegd. Raakske is dood. Ik kwam dan in de straat en de buurvrouw komt naar me toe en zegt, je moet die sterk houden. Ze zegt, broerke, ik zeg ja, ik zeg, is hij dood? Dat weet ik niet. Dan ben ik binnengekomen. Hier was al familie aanwezig. En ik zie mama. Ik zeg, mama. Ik zeg, waar is Sjaak? Dood of levend? Dood. Ik zeg, dat kan niet. Dat mag niet, dat kan niet. Daar was paniek in Walfrichem. Want dat nieuws verspreidde zich heel vlug. En wat deden de mensen? Ze liepen. Ze kwamen met de fiets, ze liepen te voet, ze kwamen met auto's. En die ziekenwagens reden op en af. Dat was dat natuurlijk. En het verkeer werd tegengehouden. En dat was daar echt paniek, hè? Ja. Ja. Ja, ondertussen waren er al versterking toegekomen, de rijkswachters. Er kwamen er steeds meer en meer mensen die daar vernomen hadden van dat ongeval, familieleden of ouders van die kinderen of van andere kinderen die in die andere klasse zaten, omdat ze niet wisten welke klas dat was. En dan hebben wij al de kinderen van al de klassen, dus kleuterschool en lagerschool, jongens- en meisjesschool, laten verzamelen hier op de speelplaats. Maar dat gerucht van dat ongeluk, dat liep verder gelijk een vuurtje. En de mensen die wilden weten, welke klas is mijn kind daarbij? En dan hebben ze geprobeerd om tot aan de schoolpoort te komen. Maar daar mochten ze de speelplaats niet opkomen. Omdat de lijken lagen voor de poort. Hè. Dus het was juist voor de poort gebeurd. En, maar de mensen waren zo in paniek. En dan zijn ze langs het veld hiernaast naar de achterkant van het gebouw gekomen en dan kropen de mensen over de muur, want ze wilden hun kinderen zien. En dat was vreugde en
en verdriet tegelijkertijd. Hè. Degene die hun kinderen zagen, maar dan degene die ze niet vonden. Hè. Hier waren ook een paar ouders die tot hier gekomen waren. Hè. Ondertussen wisten wij welke klas het was en wij, je kent ieder kind, je kent ieder moeder, je kent ieder vader. En ja. Ja, elke ouder dat dat horen zeggen, het komt naar hun kinderen kijken. Het stopt daar allemaal te ween, te huilen. Als je erop denkt, komt een bibber nog in je lijf. De kinderen zeggen dat mijn broertje dood is. En ik zeg, mama, nee, maar hij is hier niet. Ik zeg, ja, maar ze zullen hem naar de kliniek gebracht hebben. Maar ik denk dat het niet erg is. Maar het was ook een van de dodelijke slachtoffers. Ja, het zijn momenten dat je... Dat was op de, ja, maar op de speelplaats zelf moesten we een rij maken, ook. Hè. En dat waren ze ook niet. En dan ging de poort open. Als je dan buiten kwam, dan was al die mensen dat wenen en doen en hun kinderen vastpakken en zo. En hier in de oor stonden de ouders te wachten op lief dus van hun kinderen. Ze vroegen naar mij, ze vroegen, meester is er bijna bij. Ik zeg, luister, ik weet het zelf niet, we gaan kijken. En dan heeft de zuster directrice, is met mij dan naar beneden gegaan. En daar lagen de lijkjes dan naast elkaar, gelijk ze opgeraapt zijn aan de straat. En dan vroeg ze me van te zeggen dat die in de dien, dat is de dien. En ze zei erbij, meester Piet, niet missen, hè. Zie dat er geen verkeerde zegt. En dan hebben we die geïdentificeerd. Ze hebben mij om 1 uur opgebeeld in het hospitaal, want ik werk in het hospitaal Brichwaan. En dan hebben ze me laten weten, als dat een zondagse dan gaat had. En ik wist feitelijk niet wat dat was. En ik ben thuisgekomen en ze hebben me gezegd, ik moet dringend naar het hospitaal rijden. Mijn man verwittigd, die is thuisgekomen. Dan zijn wij daar naartoe gereden en dan zijn we in het hospitaal toegekomen. En dan zag je daar zoveel volk, de ministers, de dokters, de koning, de koningin, allemaal gezien. Ja, ik liep er voorbij. Ik was onder indruk en ik zeg, zou dat niet dood zijn? En ik zeg, wij gaan kijken. En dan zegt de zuster, nee, je zoon leeft nog. Hij ligt bij de levenden. En er waren mensen die liegen, meester, dat is niet waar. Die mij niet zo dood en je wilt het niet zeggen. Ik zeg, luister, ik zeg, ga boven, ik heb er mijn hand opgelegd. Hier zei ik heb er aangewezen, hij leeft. En dat waren ze rustgesteld. Ja, na de dingen toren van mijn ouders, moet ik zelf... doodgewezen, man. Ik moet vanop de operatiezaal hebben ze mij ook doodverklaard. Ze hebben gezegd dat Van Wilder is ook dood. En ze hebben mij bij de doden gelegd, beneden. Want die lagen in de kelder aan de spoed of zo. En daar waren kindjes bij. En ik hoorde vertellen, de schedel af, dat ze opgemaakt hadden met wintels. En ja, dan moest bezoek komen. En dat was een zusterke. Een 1,50 meter, denk ik. Een teder vrouwke zo. En die moest beneden komen om te zien dat er bij sommige kinderen niet te veel bloed doorkwam, voordat bezoek kwam. En op die moment moet ik mijn hoofd even gedraaid hebben. En dat moet ze eigenlijk gezien hebben. Ze moet me opgenomen hebben en met een trap naar de operatiezaal gegaan. En daar had ze gezegd dat ik nog leefde. Dan hebben ze terug aan mij begint te werken. En, want dokter Lieves heeft mij behandeld en dokter Lieves zegt, ik heb je niet geholpen, zeggen. Ik heb wel gedaan wat dat moest doen, maar voor mij was je dood.
En die zijn dan naar de kliniek gereden en zij zijn langs de spoed binnengereden. Dat was toen nog langs beneden. Hè. En mijn papa heeft hem daar zien liggen. Gewoon op de grond. Nog niet, geen deken over niks. En dan hebben ze mij dan ook verteld dat ze daarna niet meer wisten waar aan hun noten stond. Van, ja. Natuurlijk, in Walfrichem en Ten Berg was het stil. In ieder straat was er een gekwetst kind of een dode, of in de familie. Ja, ik was die dag thuis. Ik was ziek, diarree. En rond de middag, ja, dan voelde ik me eigenlijk al een stuk beter. En een mooie lentedag, ik was wel buiten gaan shotten. En mijn vader die was ook nog thuis, want die moest pas begin van de namiddag aan het werk. Hij werkte in het Nieuwsblad. En voordat hij vertrekt, komt hij even kijken buiten en ja, hij zegt tegen mijn moeder, wat stuurt hij me naar school, hè? Die is genezen. En ja, gelukkig, op het moment dat hij vertrekt, net nadien, moet ik terug naar het toilet, waardoor dat ik eigenlijk ja, niet naar de school gegaan ben in de namiddag. Want dat had anders wel het geval geweest. Dan had mijn moeder het kabaske genomen en mij bij de hand genomen en naar school gebracht. Dat was de eerste dag vroeg waarom mijn uurwerk was. Ik had mijn uurwerk niet aan. Als ik wakker geworden ben. Dat was het eerste. En ze hebben dat uurwerk gevonden in mijn boekentas. Heb ik dat niet uitgedaan om te zeggen, ik ga iets voornemen, voel ik niet daar of zo. Dat ik zei, dan is dat uurwerk toch niet kapot of zo. Ik heb dat uitgedaan, want normaal doe dat niet uit. Hè. Er moet toch iets geweest zijn dat ga voelen of zo. En dan hebben ze met mij, is de politie mij naar huis gebracht of niet. Dan heeft mijn vader de camion meegenomen. En ben ik in mijn bed gegaan en heb ik 8 dagen in mijn bed gelegen. En dan zijn we het 's avonds, mogen de kinderen gaan begroeten. Koningin Fabiola en koning Boudewijn waren daar, kardinaal Seunes. Die hebben dan met iedereen gesproken. En dan heeft de koning voorgesteld van te gaan bidden in de kapel. Wij zijn dan allemaal gevolgd. Dan hebben ze de kindjes opgebaard. En dan rond 9 uur zijn die gekomen. Ze hebben samen met de ouders gesproken. We hebben samen naar de kapel geweesten bidden. En dan daarna hebben wij de lichaampjes mogen gaan bekijken. Ze lagen allemaal opgebaard. 8 naast elkaar. En 2 naast elkaar, de broertjes dan. Daar waren er 3 jongens die hun hoofd omwonden was. En de rest, hun gezichtje was ja, beschadigd. En de handjes ook. En de rest was bedekt, dus dat konden we dan niet zien. Zo'n tafel helemaal. En dan lagen ze zo. En die waren zo gezegd, juist de gezichtjes. De rest was allemaal overwonnen. En we lagen dan alle 10 bij elkaar. Hè. Dat zicht was verschrikkelijk. Voor mij was dat echt verschrikkelijk. Ik heb nog een keer kunnen gaan kijken, maar een derde keer heb ik niet meer aangekund. En eigenlijk, ik bekloeg mij dat ik een tweede keer gegaan ben, want dat is mij dan toch wel, dat zicht is mij gans mijn leven bijgebleven. Thank you.
En dat duurt enkele jaren. Maar je bent jong, je verwerkt dat, maar de ouders die zijn daar nooit te boven gekomen. Als ik de mensen tegenkwam of dingen, die spraken daarover, die... Nee, voor hun is dat gebleven. Ja, natuurlijk, dat is een zware slag geweest, maar je kunt er niet tegenop. Hè. Dat is iets waarnaar je komt. De mensen zeggen wel een keer, ja, het is erg en dat is gedaan. Hè. Maar die dat ermee zitten, die vergeten nooit. Kunnen nooit niet vergeten nooit. Ja, en ja, het ergste is hè, kind verliezen. Dat is erger, kan niet. Hè. Zeker zo'n kind van 7, 8 jaar. Dat is, ja, verschrikkelijk, hè. Ja. Ik ben eigenlijk als het een stuk van slijven geweest. Ja. En dat vergeet je nooit. En er is een beeld, de hele dag zie je dat spelen. Je past op, je ziet dat gezien, dat blijft. Dat blijft. Gaat niet weg. Oh ja. Ik ben wel, ja, vlug naar school gegaan ook. Want een dokter had gezegd dat ze niet gaat, moet nog naar school niet gaan. Maar natuurlijk, dat is wel een heel ding dat terug door je hoofd spookt. Als je die per binnen gaat en je ziet dat de kinderen lopen en je ziet dat de andere vriend zie dan hem je. Dat is wel... En dan zit hij in een klas bij meester Roger, die had 4 en 5 met 5 man. Dan denk ik dat dikwijls een keer, als die jongens blijven leven, waren we met een hele andere compagnie. Ja, het ging niet meer. Hè. Ja, ik heb het heel moeilijk kunnen verwerken. Ik heb het eigenlijk niet verwerkt. Ik heb het altijd moeten wegstoppen, eigenlijk. Want ik ging dan altijd bij mijn grootmoeder en mijn moeder... Alia, die was dan daar niet over spreken of zo. En maar mijn grootmoeder ook niet, maar die nam mij wel op. En dan zei ze altijd, je moet sterk zijn en daar niet te veel over zeggen. Want anders doet die moeder veel te veel verdriet. En die vader dus zwijgt daarover en zij is sterk. En dan zeg ik soms ook, ja, maar ik heb ook wel wat verdriet... En dan zei ze, ja, maar ja, jij bent een kind, dat is toch hetzelfde niet. Omdat ze, vroeger als je kind werd, dan telde, dan was dat precies dat je geen verdriet kon hebben. Maar ja, dat is niet hetzelfde verdriet als een volwassen, maar je hebt wel verdriet eigenlijk, hè. Ja. Van Sinterklaas. Een brief voor de Sint. Sint-Niklaas op bezoek. Sint-Niklaas is op bezoek geweest bij ons thuis. Ik heb in mijn mandje kolen gelegd en een wortel. Een flesje bier voor Zwarte Piet.
en centen voor de arme kindjes. Mijn zusje heeft ook haar mandje gezet. Ik heb een tent gekregen en een indianenkostuum. Dank u, Sint-Niklaas, voor al wat je gebracht hebt voor vader, moeder, zusje en mij. Ja, de agenda. Maart. En dan april. Les tot aan. En ja, dat was, dan stopt dat. Dan is dat april 66 en dan zijn dat allemaal lege blaadjes. En je denkt daar elke dag aan. Dan, je wordt ouder, je krijgt kinderen. Je denkt er minder aan, maar een keer dat je ouder wordt en dat je kinderen weg zijn, dan denk je daar terug veel meer aan. Want tot op het laatste, als ze leefde, als ze in een ambulance hoorde, dan was dat, oei oei, oeh, zie, weer al miserie. Die krimpte ineen als ze in een ambulance hoorde, zo. Want ik weet dat die va altijd, elk jaar met alle heiligen, zit hij in een bloempot, in het midden van... dingen. Dus nee, niet dat die anderen dat moeten doen, maar ik heb dat altijd wel mooi gevonden van hem, dat hij dat, dat zo... Ja, het waren ook zijn schoolvriendjes, hè, ja. Dus, Die bloemen die zet ik nog altijd op het graf van de kinderen en die worden geplaatst in het halve van het graf. Dat doe ik al van als ik klein ben. Heb ik dat gedaan uit eigen wil. En een kaartje of zo zet ik er niet op. Voor mij zijn dan altijd mijn vrienden en ja. Hier ging een coureur worden aan. Goed coureur worden aan. En dat was in tijd met Sercu dat ze zagen. Dat was een ding, hè. Patrick Sercu. Moet niet vragen hoe oud. Dat is allemaal altijd. Dat vind ik een schoon foto. En daar staat ze schoon klaar op, hè. Dat is een schoon foto. Ja. Je ziet dat, hè. Dat is schoon. Want daarna in mijn kooien, onze schril was... had schrik van de donder en de weerlicht. En ik heb geweest dat ik thuis was, hè, en dan die donder rond de weer, dat ik er naartoe reed met mijn vloer. Zo dingen was ik ervan. Hè. Je weet, dat ik, schrik, dat, ik wist, dat was schrika. Je weet, als lijven en zo. Hè, dat ik naar het kerkhof reed. Ja, en dat was geen avans. Maar ja, ik moest gaan. Hè. En dat, de tweede wind, hè. Je weet, daar heb ik dikjes gedaan. De weer en wind en alles. Maar wat kijk. Ja, die komen wel een keer naar het kerkhof, hè? Oh ja, geregeld. Ze kwamen wel vroeger. Oh, vroeger kwam ik zo een keer. Alle 4 dagen kom ik toch een keer naar het kerkhof, zo, hè. Met mijn dochter. De kinderen nog meester, maar ja. Die hebben een keer meer tijd, die zijn een keer gemakkelijker weg, hè. Nee, ons Rita... Rita, die komen regelen hier een keer, hoor, hè. Ja, komt ik eens een keer zien naar haar broer. Niet zei dat zijn broer leven niet gekost heeft. Dat is nooit niet gekost, hè. Maar ja. Het is allemaal lang klein. Ja. Ja.
Bij mij is het zelfs zo, ik ga niet zeggen dat ik vaak naar het kerkhof ga, hè, maar mijn ouders liggen daar ook in de buurt. En ik moet langs die gang voorbij. Ik kom dan eerst bij de paters, missionarissen, en dan bij de kinderen, bij de jongens die er liggen. En dat is altijd zoiets van, ja, is dat dat moment omdat op die plaats ermee geconfronteerd wordt, hè, dat je zegt van, ja, is het dat ik eraan denk van, ik had er ook kunnen bij zijn, of is het gewoon dat je ze toch wel wat mist en erbij stilstaat? Maar er is toch, hè, ja, er is wat, dat is nog niet vergeten, dat is nog niet omdat je daar, ik woon nu ook al jaren niet meer in Assen. Het is niet erom, als ik hier in Assen kom bij mijn dochter in Wolfrichem, dat je daar niet meer aan denkt. Ik passeer dat kerkhof sowieso om bij haar te rijden. Ik denk dat dat bij iedereen moet blijven hangen. Ik was daar nu misschien het minst bij betrokken. In die zin, ik was er zelfs niet overreden. Ik ben zelfs niet gewond geraakt. Ik heb gewoon de geluksvogel geweest. Maar het blijft, hè. In één keer zit je daar zonder vrienden of klasgenoten. En dat zijn dat is zoiets dat je gewoon vakant zet. Dat blijft volgen. Misschien dat dat bij andere mensen weggaat, hè. Ik denk dat dat nooit gaat verdwijnen. Een wonder, hè, dat ik daar zelf niet tussen zit. Het lijkt zo ver, als lang geleden, hè, zo ver weg en toch. Ja, ik mis hem nog elke dag. Ja, dat is raar, maar het is waar. En die andere kinderen ook eigenlijk. En ik verschiet er ook van dat die zussen en die broers dat heel hun leven mee geconfronteerd geweest zijn. Ja. Mijn moeder heeft dan ook veel in de kliniek. Ik ben dan vroeg mijn papa verloren. Dan miste die wel. Van, je staat met alles alleen. En ja. Dat is mijn mama gestorven is ook. Dan had ik niks niet meer. Ja, dat heb ik ook gevonden. Ik denk wel dat dat zijn een beer is. Ja. Zijn een beer. En zijn knikkers. Zijn er wat knikkers. Nog gevonden heb. Daags voordat gestorven is, we spelen altijd samen en hij liep met die kat rond en hij zei, ja, dat is lekker als een mens. En hij pakte die bij die poten en die onderste poten bleven daar waggelen. Dan liepen we samen met die kat. Ik zeg, je gaat die pijn doen of zo. En dan nam ik die kat over en zo. En dan was ik met de kat aan het spelen en aan het knuffelen. En dan zei hij, ja, ik ga nog wat shotten. Want met die kat altijd. En dan begon hij te shotten en hij shotte het raam uit. Willen. En dat was daags voordat hij gestorven is. Ja. En mijn vader zei dat dat raam moet nooit repareren voor herinnering aan hem. Ja, en dat is zo gebleven nu.
dat is nu nog zo. Ja. Ja, dat was de portemonneeke van de Giro. Maar dat ze, ja, een sparske chips of een cola of zo. En daar steek nog een overschot van zijn centjes in. Hij had maar 5 francs opgedaan, dus, maar ja, zie je ziet. Hij heeft nog 3 stukken over. Mijn moeder wou altijd zelf alleen naar het kerkhof gaan. En de laatste jaren, ja, daar ging ik wel mee. Maar nu ga ik veel naar het kerkhof. Meer dan vroeger. Omdat ze dat niet graag had dat ik meeging. En nu ga ik dikwijls een keer. Ja. Nu ga ik eigenlijk meer dan vroeger. En langer ook. Ja, dat is raar. En ook, ik denk dat ook is omdat mijn moeder en vader alle twee dood zijn nu, dat dat zo terugkomt. Ja. En dan passeer ik aan die graven. En dan zeg ik iets in mijn binnenste. Maar dat doet wel pijn. Als je daar zoveel jonge mensen dat veel te vroeg weggegaan zijn, die liggen, dat doet pijn. Ja. Van den Broek vol Armberg en Povels. Die kost ik heel goed. De andere kinderen kost ik ook, maar niet zo goed. Maar die twee kost ik het beste. Van Varenberg en Van den Broek. Meneer Koorman, u waart in uw camion op weg naar Aalst en u hebt het ongeval zien gebeuren. Ja, wat hebt u juist gezien? Ik heb het ongeval zien gebeuren op aan of omtrent 15 à 20-tal meters voor mij. En de wagen is ineens etersrechts het voetpad opgegaan. En daarna heeft hij ze in de groep kinderen gevlogen. En de kinderen vlogen opzij, links en rechts en langs alle kanten. En er bovenover. Ik wil dat ik vroeg, mag ik dit of dat? En dat dan dat beter was dat ik thuis bleef en zo. Ik zeg het, als ik jong was ook, ik moest om 10 uur thuis zijn. Als de ander dan 2 uren later mocht komen en zo. Dat is gans haar leven dat ze met een angst gezeten heeft. Hè. En dan, ik zeg het, als mijn kinderen dan... Ja... Op de leeftijd kwamen van een keer weg te gaan of het een of het ander, dus. Dus. Als je zoiets meemaakt. Ik denk dat je zoiets nooit kunt verwerken. Want ik ben geboren met een hartletsel. Ik ben als kind geopereerd van een open hartoperatie. En ik weet dat ze altijd toen zei, als mijn broer verongelukt is, een gezond kind pakken ze mij af. En wat gaat met ons God lief nog worden? Maar ik denk niet dat je dan ooit... Je kunt leren mee leven, is nu ook een groot woord, maar ze zal dat denk ik wel een plaats gegeven hebben. Maar ja, dat echt verwerken, dat denk ik niet, nee. Nee. Ja. Ze zeggen nu dat is precies dat je dat eigenlijk niet begrijpt. Dat is daarna, maar dat doordringt als kind. En dan, je ziet dan het verdriet van je ouders. Dan, ja.
van plaats met twee te zijn. Wij sliepen op één kamer. Mijn ouders waren toen aan het bouwen. Die periode, dus we gingen elk ons kamer hebben. Wij sliepen toen nog bijeen. Dat is wel, ja. Dat is een leegte. Dat, En in het begin trachten er tegen te vechten, trachten dat bewegen te verwerken, maar dat gaat niet. En achter enkele maanden spreekt er dan eens over met een dokter en die geeft u iets. Dat enkele maanden werkt. En dan nadien weer iets zwaarder. En dan nog eens iets zwaarder. En ik nu nog altijd. Ik denk, als ouder zoiets meemaken, je kind afgeven, dat is... Daar mogen we niet aan denken, eigenlijk. Hè. Op, toch niet op zo'n manier, hè. Dat, je ziet dat gezond en wel naar school vertrekken. En dat komt ermee terug. Dat, ja... Ik moest gewoon verder doen, ja. En mijn grootmoeder zei, je moet sterk zijn en verder doen, ja. Dat was het enige wat ik kon doen, ja. Dat was gewoon terug naar school gaan en proberen het beste van te maken. En dat was zo. Ja, ze hebben dan een vergoeding gekregen voor mijn broertje. Maar ja, hoeveel dat juist was, dat was voor grootouders, ouders, broers en zussen. Mijn vader zei ook, ja, wat moet ik nu met dat geld gaan doen? En de mede mijn grootvader zei van, zie jong, we zullen dat meisje vaas leggen. En dan heb de warmte van ons zuljijken in huis. Geeft hem uw warmte. En dus ja, hij geeft nog altijd warmte.